Nou, welkom bij weer een nieuwe Love Hashtag Koi Dealer Live. Vandaag eventjes wat leuks tijdens alle bouwwerkzaamheden. Niet dat dat niet leuk is, maar dit is toch ook wel weer erg mooi. We hebben in Glanenbrug een leuk project mogen doen. En dat is helemaal ten einde, zeg maar, zo goed als. We moeten alleen de rand nog op afwerken, rand op de vijven. De jongens hebben de tuin helemaal mooi aangepakt. En dat hebben ze gedaan omdat ze vissen van hun ouders kregen in de vijven. Dus die gaan er daar uit en die komen nu... die gaan we dus nu ophalen. Dus we gaan even de vissen transporteren, naar een nieuwe vijver brengen. En dan kan ik je direct even de trommel laten zien wie in de bezinkput staat. Dat staat er super mooi uit. Daar hebben we hydro-N-in gedaan voor het biologische evenwicht te creëren, zeg maar. Omdat er nog, het plantendeel nog niet klaar is. Toch de vissen ingaan. Dat heb ik voorgeweekt en dat heb ik in zakken gedaan. Ik heb nog een liter extra bacterievloeistof bij mij. Nou, we gaan zo in overleg onze Kami transportballen in de bak doen. En vissen vangen, overbrengen naar het nieuwe adres. Dus het is altijd leuk om te zien. Nou, en hier moeten ze ergens weg. Moet ik even kijken waar ik kan zijn. Daar kan ik zijn. Nou. Water. Klein is het beste. Ja. Mooi, hè? Maar die flow op het water is echt mooi. Ik kun je natuurlijk zo slecht zien, hè? Veelampie, zinkputje. Nou, er zit wat hydro-N in. Voor bioloog. Nou. Eén drain staat dicht, andere staat open, skimmer staat open.